Ik ben Jacke Maan, directeur-bestuurder bij Fidomus, een grote woningcorporatie hier in Delft, maar ook in Zoetermeer, Leidschendam, Voorburg en Rijswijk. Wat is voor u de belangrijkste reden geweest om een groot aantal woningen te gaan ruilen met Duo? Nou, we hebben anderhalf jaar geleden die intentieovereenkomst getekend met elkaar. En eigenlijk de belangrijkste reden was dat we zagen, hey, gek, jullie hebben woningen die eigenlijk niet echt studentenwoningen zijn grotendeels. En daarnaast heeft Fidomus een aantal woningen die wel studentenwoningen zijn. Is dat nou logisch? Nou, antwoord was nee, want wij kunnen in onze dienstverlening beter bij onze core business, zeg maar, blijven. Bij ons schoenmakerbedrijf waar je leest. Dus kunnen we dat niet uitruilen, zodat het gewoon in de uitvoering makkelijker wordt. Ja, ik ben Tom Hoekveld. Ik ben directeur bij de vestiging Delft, bij Duo. We staan hier bij elkaar omdat er een grote uitruil is geweest eigenlijk van woningen tussen Duo en Diomus. Over welke woningen gaat het nu precies? Het gaat in principe over twee grote delen in Delft waar we complexen uitruilen. Een deel in Tandhof Oost, dat is de Vogelbuurt. En de twee flats waar we nu eigenlijk staan, de César Frankstraat en de Liststraat hier. Als je praat over de flats die worden overgenomen, wat bent u van plan daarmee te gaan doen zodra het is overgenomen? Nou ja, we nemen inderdaad deze twee hele grote flats over. Hè. Ik geloof dat er hier al 200 voordeuren te tellen zijn in het geheel en daar dan dus ook. Daarnaast 500 appartementen en eensgezinswoningen in Tandhof. En dan hebben we ook nog in de wijk de Kringloop 80 woningen. Dus wat wij gaan doen eigenlijk, we moeten nu dit netjes afmaken. Netjes ons voorbereiden op de daadwerkelijke overdracht als wij eigenaar, eindverantwoordelijk verhuurder zijn. En wat we dan meteen gaan doen is kijken hoe dat zeg maar in onze dienstverlening en in onze onderhoudsplanning een plek gaat krijgen. De Debussy-flat, dat is een vergelijkbare flat. Daar hebben we een aantal jaren geleden een grote verduurzamingsoperatie uitgevoerd. En daar hebben we dus ook heel veel ervaring op gedaan met deze flats waar we nu bij staan. Dus in dit geval gaan we dan kijken hoe we dat kunnen gebruiken en op welk moment dat gaan doen. Alleen, dat kost altijd wel een aantal jaar, want dit heb je niet van de een op de andere dag geregeld. Dit moet je goed voorbereiden, daar moet je goede afspraken over maken met allerlei partijen. Dus dat gaan wij vanaf 1 januari bekijken. En wat is het grote verschil dan, nou, wat daar verbeterd is en wat hier nog niet gedaan is, zeg maar? Nou, om te beginnen gaan we het beginnen met de OIT, het arbeid eruit te halen. Want aan de buitenkant is de arbeids, dat zijn de arbeidsplating. Maar daartussen zit ook je installatie. Mag ook wel een keer vernieuwd worden na zoveel jaar. Want dat doet ook geen dienst meer. Dan hebben we aan die kant dubbel glas, maar die kant niet. Okay. Nou, dat zou prettig zijn en die kant ook dubbel glas kreeg. Dan scheel je je stookkosten. Maar de intentie, zoals ik het een beetje proef, is wel dat het vergelijkbaar wordt met de flat die hier al is opgeknapt, zeg maar. Op hoofdlijnen klopt dat vast, maar we zullen natuurlijk gewoon echt moeten gaan kijken wat is hier precies nodig, wat is hier ook al gedaan door de jaren heen door Duo. Maar dat daar een slag op termijn gemaakt gaat worden, dat is evident. En wat is de reden om de flats van de hand te doen? Ja, kijk, voor Duo gaat het wat betreft de overdracht vooral om twee zaken. Ten eerste om de betaalbare huisvesting in Delft voor zowel niet-student als student op peil te houden. Maar ook om te zorgen voor optimale dienstverlening. De woningen hier gaan over naar Fidomus. Wat betekent het voor de studenten? In basis niet veel. Want de contractvoorwaarden die nu gelden voor de studenten, die blijven gelden. En dat is dan vooral met betrekking tot de kale huur. We zijn met Fidomus nog in overleg over hoe gaan we om met de servicekosten. Hè? Dat zijn kosten die waar natuurlijk een bepaalde dienst aan gerelateerd is. Bijvoorbeeld glas, bijvoorbeeld schoonmaak. Daar komen we later op terug. Fidomus heeft eigenlijk Duo gevraagd om nog wel voor de studenten die hier wonen het beheer nog op zich te nemen in de aanvang. Dus ook voor de student blijft Duo het eerste aanspreekpunt. Dus in die zin verandert er voor de huidige student niet veel. Wat vindt u ervan dat het overgaat naar Fidomus? Nou, het zou voor ons een stuk verbetering. Om te beginnen dan, je hebt een studenten, daar begin je mee. Er zitten er drie in een huis, waarvan je voor de deur kan zien wat er staat. Niemand zet zijn fiets in de kelder. Niemand. Alles zet maar binnen in. Of ze nemen mee naar boven. Wat niet mag. Maar ja, je kan er niet tegenin gaan. Want ik heb al plakketjes gezet voor een fietsje. Geen in de lift, maar ze gaan er toch in. Dus dat zal een verbetering al zijn. Dan ga je dus gewoon een vaste kern krijgen die naast je woont.
daar kan je dus misschien op bouwen. Ik noem maar wat op. Jongelui, ik wil vandaag even weg. Kun je op mijn hondje passen? Hoef je aan een studentenvaring? Als je studenten iets bestellen, staan ze voor je deur. Kun je het even bewaren voor me? Het moet niks van een ander. Dus dat zou een voordeel voor ons zijn. En op het moment dat de studenten afgestudeerd zijn en weggaan, blijft de woning dan nog steeds een studentenwoning of gaat het dan over? Nee, wat we dan gaan doen is dat die studenten volledig zeg maar, in beheer komen bij Vidomus. En dat betekent dat ze worden omgezet naar woningen geschikt voor niet-studenten. Wat wilde de gemeente eigenlijk nog rondom deze deal? Hadden zij bepaalde wensen of eisen? Nou, kijk, waar de gemeente natuurlijk naar kijkt, is ook van bij wie past hè, het soort woning, het soort dienstverlening nou het beste. Dus de gemeente was eigenlijk groot voorstander, ook de wethouder, van deze taakoverdracht. Wat denk ik de gemeente belangrijk ook vindt, is wat Vidomus met de reguliere woningen gaat doen, is dat wij bijvoorbeeld ogen en oren in de wijk hebben. Wij hebben wijkmeesters, wijkbeheerders, we hebben gebiedsconsulenten die kijken van wat er in een wijk nodig is en hoe je dat kan verbeteren. Nou, we hebben inderdaad, wat ik net al zei, scherpte op kwetsbare groepen, achter de voordeurproblematiek, hoe kan je daarmee omgaan. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor de gemeente, dat uiteindelijk de leefbaarheid en zeg maar het woongenot van de bewoners zo hoog mogelijk is. Woningen die eigenlijk weer naar Duo gaan, ja. Wat betekent het voor de bewoners daar? Wat verandert er voor hen, behalve dat er een andere naam boven de rekeningen staat? Daar geldt eigenlijk hetzelfde verhaal voor. In aanvang verandert er niet veel. Natuurlijk, er is een andere eigenaar van het vastgoed. En voor de jongere woningen die we van Vidomus overnemen, die krijgen daar zeg maar, langzaam maar zeker ook steeds meer. Die maken we ook geschikt voor studentenhuisvesting. En die zullen we ook gaan adverteren zeg maar, via room.nl en niet meer via de Haaglandenwoonnet. Als je praat over nieuwe ontwikkeling, over verduurzaming, wat kunnen we daar verwachten? Want daar is ook een hele grote opgave volgens mij voor alle corporaties. Ja, zeker. Kijk, je hoeft natuurlijk maar de kranten open te slaan. En we weten dat we in een energiecrisis zitten momenteel. Wat wij eigenlijk al een aantal jaar met een aantal corporaties, maar ook een aantal andere partijen hier in Delft aan het doen zijn, is het onderzoeken van een lokaal open warmtenet. Deze twee grote flats die zijn daar ook voor in beeld. Dus om die daarop aan te gaan sluiten. En Duo deed daar ook al gewoon aan mee samen met Vidomus. Dus dat is eigenlijk vrij makkelijk. Dat gaan we in die zin gewoon doorzetten. En daarmee hopen we dus gewoon toekomstige warmte op een goede manier duurzaam te kunnen garanderen. Dus heel mooi hoe we daarmee bezig zijn. Dat wordt overigens dan gevoed, die warmte, met een lokale geothermiebron hier in Delft. En de TU Delft is ook bij betrokken. Ja. En over wat voor soort bedragen praten we nu eigenlijk? Ja, daar doen we geen uitspraak over. Dat doen we geen uitspraak. Nee.